Vandaag wil ik het hebben over een zorgverzekering. Ik ben geen voorstander van de zorgverzekering, omdat ja, het is niet... hoe moet ik het goed zeggen? Hoe moet ik het zeggen? Hoe moet ik het verwoorden? Het is niet mensvriendelijk of financieel vriendelijk. Of, het is niet op maat gemaakt. Dat is meer... Of het is niet op de individueel gemaakt, de zorgverzekering. Ik bijvoorbeeld... ben aan het vergelijken en aan het zoeken voor een zorgverzekering die plastische chirurgie vergoedt. Nou, ik kan je dit zeggen, beste kijkers. Geen enkele verzekeraar heeft het in hun pakket. Zowel niet in hun basispakket als in hun alternate, of laat ik zeggen, in een extra pakket waar je extra voor betaalt. Ik heb een aanvullend pakket. Maar zelfs daar staat er geen plastische chirurgie in de vergoeding. Ook geen ogenlezeren. Als je van je bril af wil, moet je allemaal zelf betalen of voor sparen of voor werken. Dat ik deels kan begrijpen, maar aan de ene kant niet meer eens mee ben. Beter zijn voor de menselijke ras als er plastische chirurgie. Dat kan van alles zijn. Dat kan borstverkleining, borstvergroting. Tepelcorrigerende, waar het gezet moet worden. Liposuctie, tot en met vet erbij doen, vet vanaf doen. Noem het maar op. BBL, orenoperatie of oogcosmetisch. De wallen weghalen of de nekvet van een kin weghalen. Ik zag bij een man nekvet. Ik bij mezelf denk, waarom wordt dat niet vergoed? Ja, ik vind dat het gewoon vergoed moet worden. Weet je? En dan denk ik mezelf, de basisverzekering, of laat ik zeggen, de aanvullende verzekering, zou beter gewoon plastische chirurgie gewoon in het pakket moeten zetten. Want ik vind het gewoon belachelijk dat ik betaal nu iets van 171,59 cent per maand, omdat het omhoog gegaan is, aan iets waar ik eigenlijk de helft wordt niet eens vergoed, terwijl ik wel aanvullend verzekerd ben. En ik kan het ook niet mee eens mee ben. Maar als ik naar de holistische geneeskunde huisarts ga, of niet huisarts, laten we zeggen geneeskunde ga, voor mijn druppeltjes of voor mijn plantmedicijnen, dan, als ik dan het declareer, of het laatst probeer te vergoeden, want ze vergoeden het voor de helft, het eigenlijk geen helft is, dan ik betaal 80 à 90 euro per consulent daar. En ik betaal het gewoon van mijn eigen rekening zelf. Ik betaal aan de balie, wat aan de ene kant beter is, maar ik betaal dan dubbel. Dus ik betaal aan de balie, dan moet ik het inleveren in mijn zorgverzekering, wat ik dan netjes doe, op tijd, dezelfde dag nog. En dan krijg ik maar 20 euro terug. Dat is toch niet de helft. En dat vind ik echt belachelijk bij mezelf, denk ik kan net zo goed geen zorgverzekering hebben. En ik weet dat veel mensen met me eens zijn, die zeggen ook van, je betaalt eigenlijk gewoon echt alles zelf. Ik kan net zo goed aan de balie. Bij de alternatieve tandarts, dat ik ook doe, gewoon betalen en geen verzekering hebben. Want dit is natuurlijk belachelijk dat je voor twee dingen betaalt. Waarvoor leven we in een toxische maatschappij die eigenlijk niet in de menselijke belangen functioneert en streeft? Kijk, ik kan het wel betalen omdat ik het belangrijk vind, weet je. Ik vind zulke dingen belangrijk om te bespreken, maar ook omdat ik vind dat niet iedereen heeft dezelfde positie als mij. Dus ik weet dat ik een privilege heb en dat ik het kan bekostigen, wat voor mij belangrijk is. Sowieso is mijn gezondheid voor mij belangrijk. Deels een obsessie. Positieve obsessie. Ik heb niks aan kraamzorg, ik heb niks aan, heb je nog meer, echt niks aan heb. Aan medicijnen of soort bepaalde zorg, daar heb ik niks aan. Haal dat uit het pakket, in ieder geval voor mij uit het pakket. En maak het gewoon de zorg meer individueel van de zorgverzekering. Voor elke persoon wat iemand nodig heeft. Een ander heeft dat nodig, een ander heeft dat nodig voor zijn basispakket. En al die zorgverzekeraars zeggen, ja, omdat het werkt en je wordt daar beter van, teksten van, mooier van, vergoeden we het niet. Waarvoor hebben wij dan, waarvoor moeten we elke maand dan betalen? Als je niet geeft waar ik recht op heb. Make no sense. En hetzelfde met plastische chirurgie. Ik weet zeker dat dokters het met me eens zijn, of mensen die plastische chirurgie uitoefenen,
dat er vergoed moet worden. Ik vind gewoon plastische chirurgie hoort in de verzekeringswet. Punt. En ik praat hierover omdat het een maatschappelijk issue is. En ik spreek me daarover uit. Of misschien wordt het een maatschappelijke kwestie. Want ik ben niet de enige die hier hetzelfde over denkt. Het is mijn mening. En heel veel mensen zijn het met me eens. Mocht mensen het niet met me eens zijn. I don't care. Ik vind het gewoon belangrijk dat plastische chirurgie, ook lasering en ook dat de holistische geneeskunde moet ook gewoon vergoed worden. Het is belangrijk, ik vind het voor mezelf belangrijk, ik geef graag de geld aan uit, omdat gezondheid is de wereld. En ik vind gewoon plantmedicijnen, Aziatische geneeskunde, noem het maar op, acupunctuur, zelf een acupunctuur, dat wordt ook gewoon, pas als je een avondverzekering wat ik heb, wordt maar voor de helft vergoed. Waarvoor hebben we een verzekering? Ik voel echt dat een verzekering een beetje als een pooier is. Maar ja, veel mensen zeggen het niet, maar ik zeg het wel. Maar ik vind het gewoon raar dat dat niet vergoed wordt. Waarvoor wordt botox niet vergoed? En heel veel mensen kunnen botox wel zelf betalen, maar ja, ik vind het gewoon dat ik bij mezelf denk, het is gewoon een onderwerp waar we over zouden moeten praten. Of iets aan moeten doen. En ik ben een voorstander dat in de avondpakket komt, of in een basispakket, voor mij part in een basispakket. Hetzelfde met de tandarts, dat hoort gewoon helemaal vergoed te worden. Kijk, ik betaal zelf aan de balie. En ik vind het echt zo godsgeklaagd. Daarna dezelfde maand, want elke maand krijg je het weer binnen. Weet je, het gaat allemaal automatisch van mijn mama en rekening af. Dat voor de menselijke ras is het belangrijk gewoon dat we, ja, er gezond, perfect, mooi en atletisch uitzien. En ik word er moe van dat mensen ongezondheid en toxische relaties, toxische zakelijkere relatiebanden normaliseert, wat niet normaal is. Laten we aan onszelf werken in onze omgeving, maar vooral aan jezelf. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren.